klaar. Maar ook zoiets is tekenend voor een NK junioren waar vreugde en verdriet vaak dicht bij elkaar liggen. Arend-Jan Spierenburg helaas dus niet in de finale. Hij was zeker vier medaillekandidaat geweest. Dat betekent dat het voor een paar andere heren weer super interessant wordt. Want een aantal één van de favorieten is er niet meer bij. En dat betekent voor een aantal anderen dat ze hier kans maken op wellicht een medaille bij het Nederlands kampioenschap. En dat is niet niks. We gaan kijken naar de mannen die nog in de wedstrijd zitten. Vijf atleten. En we kijken naar Joost de Jong. Joost de Jong, eerste op de ranglijst van 2011. Vorig jaar moest hij nog met een bronzen medaille in Zwolle genoegen nemen. Wellicht kan hij hier vandaag goud de wacht slepen. En het is de atleet in de baan 3. En dat is natuurlijk Joost de Jong. Hij gaat van Nederland naar het EOP in Turkije. Hij werd daar voor gekwalificeerd. En hij wordt eerst hier vrijdagavond Nederlands kampioen op de 400 meter horde.